Oké. Niemand iets. Een voorkeur eentje die ik nog niet gehoord heb. Jij zei opeens iets van angst voor eenzaamheid, vervelende leegte. Ja. En meteen van het kwartje. Die angst voor eenzaamheid is gewoon heel groot. Mm-hmm. Dus, En ik denk dus, dankzij Schopenhauer, dat het dus nog meer gaat dan we denken over verveling. Ja, ja. En dat we dat de hele tijd op willen vullen. Ja. En het is grappig dat je het zegt, want als ik die woorden zeg, dan voel ik het meest bij verveling. Good. En dat hoort kwam de afgelopen week een paar keer in me op. En toen dacht ik, ja, dit is zo niet spiritueel. Dat is een verveling. Zo een soort vage gedachte. Mm-hmm. Maar dat klopt. Ja. Ik weet niet eens wat het precies is. Nee, maar dat is dus interessant om te onderzoeken. Ja. Wat gebeurt er? Dat is ook weer zo'n soort zwart gat, zou je kunnen zeggen. Als ik gewoon bij dat gevoel van verveling blijf. Trungpa noemde het voorstadium van verlichting, herinner ik me net. Dan was Trungpa eigenlijk knettergek. Maar goed, hij had ook zijn heldere momenten. Maar bij dit voel ik gewoon geen nieuws. Ik ben gewoon niet nieuwsgierig naar het gevoel. Het moet gewoon meteen weg. Omdat het zo een soort van overweldigend lijkt. Ja. Wat er niet is, want als ik even wel naar kan kijken, dan is het puur een energie hier. Ja. En dat is dus het gekke, want mijn hoofd telt me de hele tijd aan een soort lichtreclamebal. Ik geef het maar wegwezen. Ja. Nou, dus eigenwijzer zijn dan het ego is een handig iets. Ja. Dus ego zegt wegwijzen en je kunt het niet aan en weet ik veel wat hij ervan maakt. Dank u wel voor deze wijsheden. Noteren ja. We even en dan ga ik gewoon kijken hoe het is. Ja. Bring it on. Wat gebeurt er als de verveling 100% wordt? Dat zou ik dan wel eens willen weten. Is dat echt zo erg als dat mijn geest me vertelt? Of is het misschien iets heel anders? Of is het misschien een doorgang naar iets anders? Want Trungpa kan dat roepen enzovoorts, maar ik zou willen weten of het klopt. Zelfs al roept de Boeddha iets, dan ga ik nog testen of het klopt. Want hij kan me nog meer vertellen. Met sommige stukken vind ik dan ook wel interessant dat het makkelijker is dat wegvalt, kennelijk. Maar dit is dus een soort van monster. Maar je weet wel dat als je iets niet aangaat, dat de kans op het wegvallen van weerstand vrijwel nul is. Ja. Dus we kunnen ons weghouden bij bepaalde dingen, of juist ons eraan blootstellen. Ja. Als ik geloof in iets, stel dat ik een, dat is zeer onwaarschijnlijk, maar stel dat ik zou geloven in God, dan kan ik natuurlijk alle atheïstische lectuur mijden. Of ik kan, als ik mijn geloof wil testen, dat juist gaan opzoeken, om te kijken hoe sterk het is. Nou, die houding staat me aan. Precies dat te gaan opzoeken waar ik angst voor heb, of waar ik aan gehecht ben, of wat ik koester aan ideeën of gevoelens of whatever. Want dat is de enige manier waardoor ik vrijer of minder onwetend kan worden. Ik voel me ook een soort van incapabel op een bepaald vlak. Weet je, ik ben van het aangaan, maar als een kennelijk, of dan ga ik toch weer rennen of zo. Tot nog toe. Ja. Misschien moeten we 10 keer rennen voordat we het aangaan. Dat is oké. Dus wederom wat ik er straks zei, van niet denken dat als we 1 keer iets proberen het gelijk moet lukken. Gitaar spelen, lopen en leren schrijven werken ook zo niet. Ja, mooi. Dus weer zeg maar het onderscheid van urgentie zien of haast hebben. Ja. Het is een urgente aangelegenheid, maar dat wil niet zeggen dat het binnen 5 minuten opgelost moet worden. Het wil zeggen dat het grondig opgelost moet worden. En grondig suggereert altijd dat er enige tijd voor nodig is. En dat we ons diverse keren de gelegenheid moeten geven om het van verschillende kanten te benaderen. Waarbij nog een leuk ding is, de onrust die je voelt is eigenlijk de energetische laag die over het issue ligt. Ja. En dat is een soort, inderdaad, dus dat lichte reclame gedoe is wel leuk in die zin van het probeert ons daarbij weg te jagen. Ja.
als we op een gegeven moment argwanend genoeg zijn, dan weten we dat als het probeert me ergens bij weg te jagen, moet ik juist daar zijn. Blijkbaar is daar iets belangrijks aan de gang, want anders zouden ze me niet wegjagen. Onbelangrijke dingen, dan, ja, die kan ik rustig aangaan en zo. Ja, er gebeurt niks, want ego hecht daar geen belang aan. Dus ja, doe maar. Zelfs beter als je dit onderzoekt, want het is totaal irrelevant. En dan ben je lekker bezig en dan laat je de belangrijke dingen met rust. Dus. Of dat het is om er vanaf te komen. Ja. Daarom is het soms handig, als we, dat geldt dan minder voor jou, maar voor mensen die net beginnen, om gewoon te beginnen met je grootste angst. Je kunt het beste beginnen met het ergste. Tenzij je echt merkt dat dat niet werkt, dan neem je iets van de B-categorieën om eraan te wennen. Maar als je echt lekker door wil pakken en je bent niet te bang aangelegd, het ergste eerst. En daar heb ik zo vaak gedacht, ook als ik in het bos liep, dan hoor ik jouw woorden, van eigenlijk moet je gewoon het ergste aanpakken. En dan denk ik, ja, dan zit je nog 100 gaatjes te graven en klas van één gat. Ja. Maar ja. Ja, oké, als het niet anders gaat, dan gaat het niet. Maar toch is het leuk als het in het achterhoofd zit, want het kan zijn dat als we 10 van die gaatjes gemaakt hebben, dat we dan zoiets hebben, oké, en nou gaan we doorpakken. Ja. En die bereidheid of die drive die ontstaat, dat is inderdaad niet iets, dat kun je niet zomaar beslissen. Ja. Maar op een gegeven moment merk je het, van dat je meer focus krijgt. Maar op het moment dat er meer geleund kan worden tegen die achterkant, dan gaat dat vanzelf. Yes, exact. Dus dan wordt het dan anders. Ja, dat komt gewoon, omdat hoe meer je eigenlijk naar die ideale lijn toe gaat, hoe minder bang je bent om dingen kwijt te raken. Yeah. Sterker nog, hoe minder je het idee hebt dat je dingen hebt. Dus dan wordt het veel makkelijker om dingen te bekijken en te gaan zien van wat is waar. Dit is wat ik geloof of waar ik aan hecht en dit is waar. En dan krijgen we op een gegeven moment lol in het ontdekken van waarheden. In plaats van de hele tijd overgeleverd te zijn aan de angsten van wat ik kwijt zou kunnen raken. Ja, en het gaat ook, dat komt ook vaak in mogen en ook nog altijd over het comfortabel zijn met jezelf. Dat zijn voor mij gewoon leuke sleutelwoorden. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Exact. En als dat er is, het comfortabel zijn met jezelf, zijn verveling en eenzaamheid uitgesloten. Ja. Dat kan gewoon niet. Ik las iets van eenzaamheid is de afwezigheid van de ander en alleen is de aanwezigheid van jezelf. Ja, nou, so it. There you go. Ach ja. Daarin bestaat dat allemaal niet, want je bent er gewoon comfortabel met. Yes. En dan is de ander welkom om binnen te wandelen en weer te vertrekken, maar ik hoef niet, blijf bij mij. Ja. Of iets dergelijks. Ja, maar dat gaat niet alleen voor relaties, maar voor alles. Yes. Yes. Ja. Op een gegeven moment word je gewoon de coolste in je eigen universum, zoals McKenna ooit zei. Ik heb dat en dat is echt geweldig. Ik zou me niemand kunnen voorstellen met wie ik liever ben. De hond is een goede tweede. Kasia neemt de derde plaats. Ook als je een kloof van jezelf zou maken en dan met jezelf. Nee, nee, dat niet. Alsjeblieft, hè. Nee, nee, één is meer dan genoeg. Dan is alles leuk in je leven aanvullen. Ja, inderdaad. Het zijn de kersen op de taart. En dat is fijn, maar niet noodzakelijk. En het bijkomend voordeel ook nog in mijn optiek is, wat de anderen aangaat, die hebben dan alle vrijheid. Ja. Want wat ik er straks al zei, ik gebruik ze niet meer, ik heb ze niet meer nodig, ik hoef ze niet te manipuleren om dit of dat te doen, zodat het lekker op mijn rug kriebelt. Ik ben mijzelf genoeg en de rest is extra, is verrijking in plaats van behoefte. Ja. Super gaaf en ik denk dat iedereen daar kan, of iedereen verlicht kan worden, weet ik niet. Maar genoeg hebben aan jezelf, om het zo maar te zeggen, ik denk dat dat zeer goed mogelijk is. Ja. Ja, great, dankjewel. Hoi. Hey. Zeg eens wat.
Het gaat er in je om. Dat het echt heel simpel is. Ja. Herken, maar dat het eigenlijk allemaal weggevallen is. Ja. De ene keer dat ik in Amsterdam de show van Alexander bezocht, Smit, niet die varken, maar. Toen zei hij, toen ik iets zei, en dat kwam nu dus helemaal op, life is not a misery after all, is it? Life is not a misery after all, is it? Als je het gewoon laat vallen. Super. You too. Thank you. Hans? Wat ik wel mooi vond gisteravond over intimiteit. Toen dacht ik eigenlijk dus wat er in je omgaat. Als je dat, de subtiliteit waar je het over had, als je begrijpt dat alles wat er in je omgaat leeft. En toen zat ik een beetje na te denken over mijn eigen weg, zo maar zeggen. Daar heb je ook. Dus je kan denken dat je dus controle wil hebben over datgene. Maar de grap is natuurlijk dat je tot dusver nooit controle hebt gehad. Ja, exact. Dus dat is een hele grappige paradox. En dat heeft denk ik veel te maken met het feit dat het leeft. Het leeft. Per definitie. Dus ja. Je kunt eigenlijk alleen maar kijken en blijven kijken. Of een korte met hem maken, zoals je zegt. Mm-hmm. Maar het blijft een levend iets. Ja. En als we dus ook niet de notie hebben dat iets zus of zo moet zijn, dan kan het blijven bewegen en dansen. En dan lopen we dus ook geen residuen op. Nou ja, de grap is natuurlijk dat als je kijkt en je ziet dat alles, eigenlijk de hele manifestatie ergens in gebeurt, die achtergrond moet sowieso stilstaan, anders wordt het een beetje ingewikkeld. Die achtergrond heeft sowieso verder geen enkele behoefte om ergens invloed op uit te hebben. Right. Want anders dan zou het ingewikkeld worden. Ja, of dus daar nog simpel dat het dodelijk saai was. Ja. Juist die variabele, het onverwachte, het creatieve, zou je kunnen zeggen, maakt het interessant om te ervaren überhaupt. Ja. Behalve als ik de hele tijd inderdaad vind dat het zo moet zijn. Dan heb ik een heel lastig leven, want het leven luistert niet. En wat dan nog wel intrigeerde was wat je zei over die levensenergie. En dan heb je het bewustzijn. Ja, dat is natuurlijk altijd weer conceptueel, dus daar heb je verder niet veel aan misschien. Maar dat blijft dan in je hoofd een beetje kraken. Want op de een of andere manier denk je dan van ja, maar dat bewustzijn heb je dus. Dan heb je dus de levensenergie, dan heb je die manifestatie, maar die vindt plaats in het bewustzijn. En dan zijn de twee dingen ook nog één. Want alles is één. Het is niet zo heel ingewikkeld. Hier hebben we iets dat is vloeibaar en nat. Vuur is licht en warmte. Dat zijn ook twee dingen, maar vuur is één. Hè? Dus het zijn aspecten. Kop en munt, maar het is één munt. Ja. Als je die als je dat concept of hoe je het verder moet beschouwen, zou je kunnen denken dat het uiteindelijk ik. Misschien niet het ego, ik, maar het ik wat zeg maar zich realiseert dat het er is, dat ook de manifestatie is. Nee, het is. De grap is een beetje dat de gebeurtenis van realisatie, die is op het toneel. Maar feitelijk wat zich realiseert het te zijn, is het absolute. Hetgeen niets. Ja, niet iets is en geen gebeurtenis.
Maar het vindt altijd plaats gekoppeld aan een body-mind systeem, want er moet een voertuig zijn. Nou, dat voertuig, dat is bij het eerste ontwaken al duidelijk, dat dat op het toneel is. En dan wordt er als het ware aanschouwd dat er op die plek een blikseminslag is, of een transformatie, of hoe je dat wil noemen. En dan is bekend geworden, ik ben dat. Maar die hele gebeurtenis wordt aanschouwd en is op het toneel. Vanuit het perspectief van het absolute is er dus nooit iets veranderd. Met of zonder dat toneelstuk van de wakkere of de niet wakkere, er is geen verschil voor het absolute. Of de giraf nou weet dat hij een giraf is of niet, maakt het verhaal niet anders. Behalve voor de giraf. En als je dan op het niveau kijkt van ons allemaal, dan is de realiteit, de werkelijke realiteit, is dus eigenlijk vormloos. Yes. Want zodra je vorm heeft, dan is het Hans de vorm en die jouw vorm. Dus het vormloze vindt het leuk om zich in vormen te manifesteren. De eenheid doet zich voor als veelheid. Maar blijft in een zin veel. Ja. En daarom, je kent hier die traditionele vergelijkingen wel eens. Van als wij klei hebben, kunnen we daar vazen van maken. 10 verschillende, of asbakken, of mooie poppetjes. Maar het is allemaal klei. Nou, we kunnen ons blind staren op de vormpjes of zien dat het één grondstof is. Dan is het veel minder strijdig en dan hebben we dus geen last van tegenstrijdigheden of dualistische problemen. Want ik zie zowel, daarom zeg ik vaak, ik heb 2 ogen, 1 voor de oneindigheid, 1 voor de objecten. Ik zie zowel de verscheidenheid als de eenheid. En dat komt weer een beetje overeen met die positie die ik daar probeer aan te geven. Dat we ons volledig bewust zijn van dat en volledig bewust zijn van dit. En dan heb je een optimaal functionerend organisme. Dat is handig. En prettig bovendien, zolang het duurt. Want als dit dan toch een droom is, liever een prettige droom, zou ik zeggen, dan een nachtmerrie. En verder is het leuk van hè, wat je zegt, dat klopt. Van, strikt genomen is er over niets een definitief oordeel te vellen. Maar zoals Nietzsche zei, het is wel leuk om dat te doen. Je besefte dat ook heel goed. Hij noemde dat alles is altijd wordend. Dus niets is ooit af. Dus kun je nooit een definitief oordeel geven. Maar het is uiteraard ontzettend leuk om te oordelen. En om categorieën te verzinnen en om tekeer te gaan tegen dingen. Vind ik ook leuk. In de volledige wetenschap dat in feite er maar één substantie is. In de volledige wetenschap dat niemand zichzelf maakt. En dat er dus strikt genomen niemand waar dan ook voor verantwoordelijk is. Desondanks is het leuk en soms zinnig op relatief niveau om te zeggen van nou, een koerswijziging is handig, want door blijven gaan op deze weg leidt alleen tot meer van hetzelfde. Maakt dat uit voor de totality? Nee, voor dat organisme wel. Als de hond leert op tijd te stoppen, dan wordt hij niet platgereden door een vrachtwagen. Maakt voor de totaliteit niet uit voor het beestje in kwestie en vooral de eigenaar van het beestje nogal. Dus dat is ook leuk van dat je dus in de ideale toestand goed kunt omgaan met wat wij normaal de werkelijkheid noemen, de aardse werkelijkheid, en tegelijkertijd dat de deuren open blijven. In plaats van wat ik vroeger kende toen, en veel mensen kennen, toen het proces op gang kwam, toen was het of aan die kant of aan die kant. En het schizofrene van helderheid verhuizen naar een complete identificatie en weer terug, en daar kun je knap moe van worden, maar ik was niet slim genoeg om dat in één keer allemaal te stabiliseren, zeg maar. Wat is dat eigenlijk, die identificatie? Wat is dat? Bewustzijn die verkleeft met een vorm. Ja, precies. Het is wel fascinerend dat het zich wil verkleven met een vorm.
Dat is gewoon een van de mogelijkheden. Dus ik heb soms het waanidee dat ik begrijp hoe dat werkt. Dus dat hij gewoon alle potentialiteiten uitproberen wil. Van de meest maximale identificatie tot aan de meest onwerkzame verruiming en alles wat daartussen zit in allerlei vormen en gedaanten en steeds wisselend en bewegend. Is ook een vorm van levensenergie. Yes. It's just playing with itself. Alleen op het moment dat bewustzijn gekleefd is aan zo'n organisme, gaat dat organisme denken dat hij een afgescheiden wezen is en dan is het op die plek, zou ik maar zeggen, echt niet leuk. Maar voor die levensenergie is het gewoon één van zijn potentialiteiten. It's not a problem. Het is niet echt. Het vindt het leuk om op die plek zich maximaal te verkrampen. En op een andere plek om bijna afwezig te zijn. Het vindt het soms leuk om helemaal stil te liggen. En dan weer om woeste bewegingen te maken. Al die dingen die kennen wij ook. We kunnen enorm sterke emoties hebben, dan vlamt die energie tot een maximum. En het kan bijna helemaal stil liggen, dan voel je je echt zo vredig. En je denkt van, als ik nog iets meer ontspan, ben ik dood. En dat gebeurt de hele tijd, in iedereen. Iedereen is die totality eigenlijk. Bij iedereen beweegt het van het ene uiterste naar het andere. Alleen de default settings verschillen. Bij de meesten zit dat vrij ver in de punt van de vuik, zeg maar. Kan het zijn dat je in die diepe ontspanning, dat daar ook een trilling over doet? Ja, yes, een basis, een grondtoon. Ja. De hartslag van het universum, zeg maar. Very slow. But it's alive still. En dansend? Of is het ja, dan begint het alweer actiever te worden. Het kan zo stil worden dat letterlijk alles weg is. Dat zei ik gisteren al. Van geen ik-besef meer, geen verschijnselen om waar te nemen. Dan ligt het helemaal stil. Als dat te lang duurt, dan kunnen we het organisme wegdragen. Dus meestal wat ze doen, is dat het dan op een gegeven moment toch weer opveert. Als je dat ook een paar keer meemaakt, is ook heel interessant, mocht je dat eens overkomen of je interesseren, kun je daarvoor gaan inspannen. Maar dan is het ook weer onmogelijk om bang voor de dood te zijn. Als er iets totale vrede is, is dat het wel. Als je naar deze tekening bekijkt, dan zou het kunnen zijn, hier worden we geboren. Zou je dat ook kunnen zien? Hier worden we geboren en dan komen we dus hier in de hel terecht, in ons fysieke systeem. En ondertussen maken we een heleboel mee. En als je dan vanuit de hel weer teruggaat, dan moeten we alles wat we hier hebben meegemaakt, hier weer anders doen of omzetten. Ik vind dat een creatieve gedachte. Ja, creatief, hè? Ja. Want dit is heel. En dit is dus helemaal beperkt, want wij zitten dus vast aan het fysieke systeem, zou je kunnen zeggen. Ik vind het heel interessant. En dan zou je kunnen veronderstellen dat niet iedereen die hoeft natuurlijk precies helemaal dan naar de hel om deze gedachte even te volgen. Je hebt ook van die lui, die zitten wat intelligenter in elkaar en die buigen gewoon hier al af. Dat kan ook, want sommige mensen zijn minder belast, zou je kunnen zeggen, dan anderen. Dus sommigen die moeten echt helemaal daar en of ze komen er nooit uit of ze moeten van hier de weg terug, zo je wil. En maar anderen die is gewoon hop. Maar ze herkennen altijd dit, want dat neem je altijd mee op de weg. Yes. Yes. Ik vind het mooi. Dankjewel. Ik vind het ook mooi. Echt een toeter. Het toeter van zijn. Ja. Ja. En in het klein werkt dit model ook, want je kunt natuurlijk, je staat op 's morgens en dan is het lekker open.
En voordat je het weet, dan zit je in de hel. Weet je wel. En dan een paar keer per dag verschuift dat dingetje. Of s'avonds, als je dan eindelijk klaar bent. En dan, en dan begint het lekker te ontspannen, weet je wel. Ja, want je zou kunnen zeggen, deze is groot, maar hier is hij klein. Hè? Zeker. De pest van die hel, hoewel die dus eigenlijk klein is in deze tekening, is dat die alomvattend lijkt, hè? Als je je niet goed voelt, dan denk je echt dat dat het enige is wat er bestaat, hè? Het gaat helemaal nergens over. Als je het ook probeert te vertellen aan een ander, als die een beetje intelligent is, dan denk je van... Oh ja, 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 je voelt je niet zo goed, dat snap ik. En? Maar jij zelf denkt echt van, dit is onoverkomelijk en... Echt, jongen, nou ga ik eraan, hè? Ja, nee. Het is gewoon een kleine... aandoening. Dus positief bekijken, heb je iedere dag op zijn minst de kans voor die hele route. Ik vind het niet zo handig, wil ik daaraan toevoegen, als je iedere dag die route naar de hel en dan weer terug. En tenzij je dat leuk vindt. Er wordt wel eens gezegd, ook niet alleen dat we bipolaire apen zijn, maar iemand anders zei masochistische apen. Die vond ik ook opbeurend. Maar in werkelijkheid gaan we die route dus natuurlijk niet echt. Nee, dat begrijp ik wel, maar als metafoor is het wel leuk. Ik vind het wel mooi, maar ik suggereer dus, doe de suggestie, blijf aan deze kant. Nisha Gadatta, die zei ook altijd, hè? Aan mijn kant van de streep zijn geen problemen, waarom kom je niet aan mijn kant? In jullie wereld alleen maar problemen, problemen, problemen. En proberen met het ene probleem het andere op te lossen. Dat is de strategie van gaten met gaten vullen. Hij had korte bocht. Ik denk het, ja. 3 jaar en toen had hij het te pakken. Dat is best snel. In vergelijking met. Maar zijn guru die zei gewoon van verblijf en ik ben. En jij bent het absolute. En ik geloof dat hij hem 2, 3 keer gezien heeft. En toen vroeg iemand hem nog van. Had u veel vertrouwen in hem? Vertrouwen in hem? Ik had geen enkel wantrouwen. Ik geloofde hem onmiddellijk. En in zijn vrije tijd ging hij gewoon ik ben een. Zal ik maar zeggen, en 3 jaar later, boom, knal. Ja, de guru had gelijk. Zo kan het ook. Die deed niet zo moeilijk, zeg maar. En onderwijl een beetje sigaretten verkopen. Ook. Heel goed plan. Als je zelf rookt, dan kun je beter ze zelf verkopen. Dan bekostig je je eigen hobby. Dat is altijd een goed idee. En Hans, de droomloze slaap, is dat dan ook aan die kant? Ja, dan zit je ook aan die kant. Ja, absoluut. Maar daar kun je ook niks over zeggen? Nee, behalve dat het gebeurt. Dan kun je gif op innemen. Dan kun je gif op innemen. Je kunt proberen een week niet te slapen. Maar een keer ga je slapen, je moet wel. En niemand klaagt in de droomloze slaap. Alleen in de droom en in de zogenaamde waaktoestand. Trouwens, een heel misleidende term, hè? Waaktoestand. Zou je willen. Wat maakt nou dat bij de een, zeg maar, eens die hypnose, maar een soort hypnose, dat die hypnose van het dromen stopt. Het houdt op. Je wordt wakker. Mm-hmm. Ik heb geen idee. Er moet iets zijn wat maakt dat de een wakker wordt. En iets zijn wat maakt dat de ander niet wakker wordt. Ja. Uiteindelijk het bewustzijn zelf dus. En in concreto zijn dat wat Hans net al zei, alles gebeurt door ontelbare variabelen. Dus het is nooit een één op één dingetje. Wij vinden het heel prettig om te zeggen van dit komt hierdoor. Dus dat we 1 oorzaak hebben voor 1 gevolg. Ja, als ik hier tegenaan duw valt hij op de grond. Op dat vlak geldt dat dan. Maar dit soort dingen zijn vrij complex. Het hangt van zoveel factoren af en op de meeste factoren hebben we, nou uiteindelijk op niks, maar op de meeste factoren hebben we sowieso geen invloed. You never know.
Ja, dat is ook grappig, want ik hoor jou praten en tegelijkertijd enorme ruimte als het ware, waarin zeg maar, het lijkt alsof je een deel hier is in dit sfeertje en zo. Maar er zijn talrijke, ja. Het is bijna ontelbaar om te zien, ik ben niet hier, om het zo maar zo te zeggen. Ja. 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 Waar ben je niet aan? Ja. Plus dat het ook heel grappig is, van ook als je dus dat fenomeen van droom aanhaalt. Waar we het nu over hebben, veel mensen zitten nu heel erg op te letten naar dit gesprek. Dus nu lijkt dit het allerbelangrijkste. 5 minuten geleden wisten we niks van dit gesprek. En over 5 minuten zouden we het waarschijnlijk vergeten. En is onze aandacht weer op iets anders gericht. En zo gaat het de hele tijd. Ook als we dat doorhebben, dit simpele principe. Waarom zou je je dan druk maken over wat er nu toevallig even in het brandpunt van de aandacht valt? It's constantly changing. Dus waarom zou ik, mijn blik valt nu op iets akeligs of juist op iets heel verheffends en dat dan willen uitbouwen tot een gigantisch belangrijk epos? Dus er is een veelheid aan bewegingjes en onze aandacht die wordt getrokken. Die sturen we niet, al denken we dat graag. Maar die valt ineens. Door mijn hele programmering vind ik dit interessanter dan dat. Dus ik zal letten op dingen in dit spectrum. Die anderen zijn net zo belangrijk of onbelangrijk, net hoe je dat zeggen wil. Maar hier wordt het door getrokken. Maar het is steeds maar heel even in de aandacht. Feitelijk. Zeer vluchtig. En je zou kunnen zeggen, alles waar de aandacht op valt, is op dat moment van belang. Niet het vorige moment, niet het volgende moment. Alleen dit moment. Het is super easy. En mijn aandacht wordt getrokken, dus het regelt zich vanzelf. Ik hoef geen moeite te doen. De aandacht zal getrokken worden, die past bij de Hansheid of bij de Ruudheid. En het een is niet beter dan iets anders. Why worry? Het is gewoon wat gebeurt. Yes. Een soort toverlantaarn gebeuren. En oké, dit stuk ligt op. En voor een ander ligt dit stuk op. En soms komt het bij elkaar als een groep een soort gelijke interesse heeft. Oké, dan zitten we allemaal ongeveer, net vanuit een ander perspectief, naar dit oplichtende fenomeen te kijken. 5 minuten later, it's all gone. Just let it happen. Ja, dus ik kan alleen maar zeggen, ik ben heel blij dat we dit met elkaar mogen doen. Ja. Echt geweldig. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb ja, cool. Fijn, ja. Dat is ook mooi. Zolang het duurt. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, is zo. Terwijl je het noemde, voelde het net als een ademhaling. Ja. Je haalt het. Ja, het komt naar binnen en het gaat er weer uit. En als dat volledig is, dan laat het dus ook geen littekens achter of iets dergelijks. Dus je kan er maar beter om lachen. Ja, tuurlijk. Just enjoy the show, basically. Ja, het is echt zo. Niet iedereen kijkt even blij. Dat is ook mooi. Die fixeren net op een ander deeltje van het oneindige spectrum. Dat is ook het leuke van, op het moment dat je kijkt, kan het zijn dat dus ineens alles wegvalt. Hè? Dus dat is... Het idee van een wereld, het idee van leerder, dat is er helemaal niet. Alleen op het moment dat iemand naast mij wakker wordt, die zegt, ja, ik weet niet waar jij het over hebt, maar ik zie die wereld wel daar. Dus eigenlijk is het grappig dat zolang de dromen er nog zijn, is dat dus een wereld, is dat dus een universum. Als dat allemaal ophoudt, waarvan ik het idee heb dat dat nooit ophoudt, dat blijft niet dat soort... Dat hebben we allemaal, ja, dat hoort erbij. Ja. Dat is ook zo grappig, van, omdat we allemaal mee hebben gemaakt dat er wel eens iemand dood neerviel,
En wij, en dus onze wereld, wat niet twee is, gingen door. Denken we dat als wij doodgaan, ook de wereld doorgaat. Maar degene die dat beweert, is er dan niet. En diens wereld ook niet. Dus dat is quite funny. Dus wij trekken allerlei conclusies over onszelf en het zijn op basis van externe factoren. Bewijzen kunnen we ze nooit. Dat vind ik interessant. Niet van belang verder, maar ik vind het interessant. Op andere mensen waar ik vroeger al wel eens dit soort rare taal uitsloeg, die vonden dat niet interessant, die werden daar onrustig van. Want het is een veel prettiger idee van dat er een eeuwige wereld is, zal ik maar zeggen. En dat alles intact blijft en dat wat ik waarneem klopt en dat dat de werkelijkheid is. Rijn, zeg eens iets, jongen. Ja, wat zou ik zeggen, Hans? Ik zou hier eigenlijk totaal niet zijn, omdat omstreeks deze tijd een maatje van mij, zeg maar, gecremeerd wordt. En dan, nou, volgens mij de totale overtuiging deze hele week al in de zaterdag ben ik hier. En dat stond zo vast dat ik gisteravond ook het inzicht kreeg, zo van, ja, oké, maar voor wie kies ik? Kies ik nu voor mezelf of ga ik meedoen met wel wat een ieder van mij verwacht? En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan. Dus is de keuze die ik nu maak, eigenlijk vanuit mezelf, vanuit mijn diepste gevoel, is eigenlijk het meest eerlijke. Mm-hmm. En het voelt ook goed. Ja, yeah, sure. Ja. Ja. En dat mooie zetje had je me gisteravond al gegeven door het maken van één bepaalde. Ja. Zou een rotopmerking zijn geweest. Maar ja, dat heb ik dan even net even nodig. En gisteravond denk ik, kwam dit binnen. Weet je, dan is dit een vorm van inzicht wat je krijgt. Ja, mooi. Het komt tot je. Ja. Daar denk je niet over na. Het komt. Ja, yes, en wat we inderdaad buiten ook al even zeiden, van die vriend die voel je toch wel. Ja. Je hoeft niet bij die kist te gaan staan of bij die urn. Niet per se. Nee. En juist dat. Ja. Het omgekeerde kan dus ook werken, hè? Dat je totaal van plan bent niet naar een begrafenis te gaan en ineens voelt, I gotta go. En dan is luisteren die beweging. Dankjewel. Ja, thank you. Ja, mooi. Ja, dan misschien welke opmerking Hans gaf. Boeien. Nee, ik zei het tegen hem dat ik er vandaag niet zou zijn. En omdat mijn maatje, zeg maar, naar is van de berg gestort voor. En ja, boeien. Ik vind die orde ook. Nou, ook mooi, zei ik. Sorry? Dat is ook mooi, zei ik. Ja, genau. Ja. Ik heb er iets in. Ja, zoiets. Precies. Zo'n harteloze. Ja. Ja. En ook dat soort dingen plan je dus niet. Ik ben niet van plan om zoiets te zeggen. Het doet me denken aan een keer, volgens mij was jij er ook bij, waren we in Deventer. En toen een vrouw die wilde op een gegeven moment iets zeggen en die zei van, ja, ik heb net gehoord dat ik ongeneeslijk ziek ben. En ik zei, oh, gefeliciteerd. En toen hadden we een hele interessant gesprek en zo. En het leukste bijeffect was, ze had geen enkel probleem daarmee. Het was een heel openhartig gesprek. Ze vond het juist prettig, want de lading ging eraf. Maar een andere mevrouw ging zich heel erg druk maken, want ik was onfatsoenlijk. Wat ik dan weer verschrikkelijk grappig vind. Ik kan er niks aan doen. En dat duurde tot ongeveer halverwege de tweede helft dat ze zoiets had van, oh ja, nou dringt tot me door hoe zoiets de... Het veld wat er hangt eigenlijk kan doorbreken en de boel openmaken. Maar ik was het niet van plan. Ik plan die shit niet, weet je wel. Ik heb geen regelboek van als iemand dit zegt, van bij kanker altijd juichen of... wel vaak, maar... Ja,
Dat vind ik dus ook het leuke van vrijheid, dat je nooit weet wat je gaat doen. Of zeggen. En wat ik daar ook bij merk, is dat je verschrikkelijk veel meer kan doen en zeggen dan wat je geconformeerde geest je probeert wijs te maken. En dat het veel interessanter is zo, want deze interactie ook, en wat, toen we buiten stonden er straks, dat was nooit gebeurd als ik dit gefilterd had. Of als ik gezegd had van, oh, wat vervelend voor je, of wat dan gewenst gedrag is, zeg maar. Dan gebeurt er niks. Funny. Je bent zoveel leuker allemaal als je echt bent, weet je wel. Nog even en dan mogen jullie gaan hoor. Oh nee, dat is projectie. Even kijken hoe het met absolute is. Wat voor film zie je? Ja, helemaal zwart, hè? Dan mag even die kant op. Jawel, dat moet. Volgens mij is het ook een uitspraak van die skeletten. Doe je open dit en er is niets, doe je open alles. Ja, voilà. Dus het is handig om het af te wisselen. En niet de hele tijd zo alles in de gaten houden. Gewoon relaxed af en toe een beetje zo. Nog zo'n leuk fenomeen van als je je ogen dicht doet en je kijkt of voelt naar binnen, dan heb je een eindeloze ruimte waarin je kan reizen met je aandacht. Terwijl je van buitenaf denkt dat je lichaam, dat is dan 1,80 bij zoveel, dus dat is een beperkte ruimte, maar van binnen, it's infinite. Als je je ogen open doet en je laat je niet te veel vangen door de objectjes, je aandacht kan eindeloos alle kanten op. Dus binnen eindeloze ruimte, bijna buiten eindeloze ruimte. Dat is funny. En hoe vertrouwder je raakt, zeg maar, met dat niets, hoe beter je dat ook kan zien als je je ogen open hebt. Ik weet nog van vroeger, toen ik begon met stilzitten, of wat dan mediteren heette, mijn aandacht concentreren lukte alleen als ik mijn ogen dicht had. Want anders, als je je ogen open hebt, we zijn van die oogdieren. Het gaat altijd ergens opzitten. Tot op een gegeven moment, dan wordt die geest stil genoeg. En dan kun je gewoon kijken. Je ziet nog steeds alle vormpjes. Je bent je zeer bewust van bewegingen, ook in zo'n ruimte. En tegelijkertijd zie je er doorheen ook de leegte. Dus dan heb je leegte en vorm tegelijkertijd. En dat heeft weer met die toestand te maken. Of dat conceptje van me van twee ogen. Dat is waar je nu over hebt, dat niet zeggen. Dat is nog steeds waar bij mij de doodsangst op zit. En dat verkrampt nog steeds mijn hele lichaam. En ik probeer daar verder onderzoek in te doen. Zonder duwen. Ja, daar zit hij weer, hè? Ja. Nee, want ik probeer het dus 's avonds en inderdaad om. Ja, ietsje rustiger aan. Het is eigenlijk meer een kwestie van kijken om het uit te nodigen dan proberen je zin door te drijven.
Dus die bereidheid om het aan te gaan, good for you. Maar er zit iets te veel kracht op. Het is meer het allow it to wash over you dan erin willen doordringen. Ja. Kom maar, ik ben hier. Kom maar, kom maar, kom maar. En natuurlijk gaat mijn lichaam dit doen en kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Als jij wil, niet als ik wil. Leven dan het achter. Ja. En dat gaat niet helpen. En dan neemt de stress alleen maar toe. Mm-hmm. Want de dood is heel rustig. Ja. Ja, precies. Dat lijkt mij ook. Denk ik nooit ervaren. Maar... Nou, eigenlijk wel. Iedere keer als je de droomloze slaap ingaat. Daar heb ik zoiets. Ja, ja, dat weet ik wel. Maar toch, toch kom je daar. En je komt er ook weer uit. Dus het is alleen ons ego die er bang van is, ons lichaam niet. Het lichaam leeft graag, hè? Ieder lichaam leeft graag. Maar een lichaam aan zich, een dier aan zich, is niet bang voor de dood. Het is bang voor pijn. Niet voor dood. Als ze weten dat het eraan komt, gaan ze gewoon liggen. Let it take me away. No problem. Pijn? Oké. Okay. Nee, dreiging? Vechten. Dat is natural. Sorry? Katten die zoeken gewoon yes, yes, plekken yes. Om te sterven. Natuurlijke mensen ook. Verstedelijkte idioten als wij niet. We're all scared of it. Daarom zijn stervensprocessen van mensen soms dramatisch om te zien. Niet vanwege de dood, maar vanwege hun verzet ertegen. En het hangt meestal samen met levensangst. Als je namelijk niet bang bent om volledig te leven, ben je ook niet bang om volledig afwezig te zijn. Dus hou ik in op het ene front, dan hou ik vanzelf in op het andere front. Dat is altijd zo. Nee, dan werkt je wel aan de kant. En dan kunnen we mensen dus, als er levensangst is, ook dingen moeilijk laten gaan. En waar we het net al in ander verband over hadden, alles is vluchtig en tijdelijk. Je zou dat ook kunnen uitleggen als alles leeft even en dan sterft het. En dat sterven maakt ruimte voor de volgende creatie, zo je wil. Dus dat is heel natuurlijk. Deze seconde is er weg, is er weg, is er weg. Het wordt constant gedelete. Alles wat er is, wordt constant gedelete. It's just natural. Nee, in mijn hoofd wil nog steeds toch iets wat het doet. Gewoon iets wat er gebeurt. Mm-hmm. Dan denk ik van nee. Terwijl ik steeds bewuster word dat het totaal niet kan. Mm-hmm. Toch blijft mijn lichaam het nog. Ja, tot nog toe. Ja. En als je het dus met de juiste kalme openhouding onderzoekt, dan kan dat gaan draaien. Mm-hmm. En dan nog zullen we merken van dat het organisme, het dier wat wij zijn, graag leeft. Maar dat is iets anders dan bang zijn om niet te leven. Ja. Dat is net een klikje te ver. Nee, ik vond het een klikje te ver. Mm-hmm. Ja, dat is oké. Okay. Dat hebben de meesten. We're all crazy. Ook inrichting. Ja, een beetje wel. Maar we kunnen genezen, dus... That's all right. Okay. Well, you're welcome. Thank you very much. Tot morgen.